أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. We gaan verder إن شاء الله عز وجل. Maar zoals gebruikelijk begin ik altijd met bij het begin van Surat Ibrahim, totdat we verder gaan إن شاء الله عز وجل met de versen die we tot nu toe nog niet uitgebreid hebben behandeld. الله عز وجل زخت هير بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را إنك بخزخت ألف لام را een van de belangrijkste uitleggen die hier aan zijn gegeven is namelijk dat het een uitdaging is naar de Arabieren van dit zijn de letters die jullie ook kennen, kom met een soortgelijke boodschap als de Koran. En meteen daarna komt het woord kitabun, het boek wat geschreven is, de boodschap die op papier staat, kitabun anzalnahu ilayka, dat Allah azawajalla deze naar de profeet heeft gestuurd om mensen uit duisternissen, belangrijke boodschap, meervoud, duisternissen naar het licht, naar de noor, naar de weg van Allah azawajalla. Want er is maar één noor, er is maar één weg en er zijn verschillende duisternissen waarin iemand kan waarin iemand terecht kan komen of in kan dwalen. Bi'idni rabbihim, Allah, de profeet leidt niet zelf mensen. Allah azza wa jalla leidt wie hij wil en leidt wie geleid wil worden. Want dit vers, dat vers, innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha, kan ook op twee manieren geïnterpreteerd worden. Namelijk dat Allah azza wa jalla leidt degene die geleid wil worden. Want Allah azza wa jalla is op de hoogte van de intenties, van de ideeën, van de gedachtes, van het gedrag van een persoon. En daarom leidt Allah Azza wa Jalla degene die geleid wil worden. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. Hier in dit vers, in vers 2, herinnert Allah Azza wa Jalla ons aan zijn macht, aan zijn kracht, aan zijn wil en aan zijn kennis. Allah die alles geschapen heeft, zowel de hemelen als de aarde, met andere woorden het heelal, de schepping in zijn totaliteit, zoals Allah in Surat al-Fatiha zegt, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Allah is de Heer van de werelden en de werelden is meervoud van de wereld en de wereld betekent alles behalve Allah subhanahu wa ta'ala. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الْوَيْل is een soort van een waarschuwing naar de ongelovigen die opzettelijk en bewust de stap hebben gezet, of beter gezegd de stap achteruit hebben gezet om niet te geloven, ondanks de vele tekenen die wij om ons heen ervaren en zien. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. الْكَافِر is iemand die iets bedekt, oftewel iemand die iets verbergt. En hier wordt natuurlijk, hier is het een metafoor, dat een persoon die niet gelooft in principe de waarheid bedekt en verbergt, waardoor degene de waarheid niet omarmt of iets ermee doet. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Wat zijn deze kuffar, wat zijn de eigenschappen ervan? الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ, oftewel degene die de liefde voor het wereldse vergaren, die de liefde voor het wereldse ontwikkelen. Het is niet verkeerd om van geld, bezittingen en wereldse zaken te houden, maar het is een fout op het moment dat dat controle over jou neemt, op het moment dat je dingen onderneemt en omwille van het wereldse. Je moet altijd om het wereldse willen vergaren om jou, zodat dat jou dichter bij Allah Azza wa Jalla gaat brengen. الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ. Tweede eigenschap is dat zij يَصُدُّونَ, oftewel mensen weerhouden om het goede te doen, mensen weerhouden om in Allah te geloven, ernaar uitnodigen. Kijk maar naar de dag van vandaag. Er zijn talloze mensen die naar een bepaalde ideologie, denkwijze en moreel verval uitnodigen en daar dienen we bewust van te zijn. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dit pad van Allah, ze willen wel de weg van Allah Azza wa Jalla, maar voor hun, op hun eigen manier. En daarom heb je ook in elke generatie, in elke tijd, in elke fase, heb je een groep mensen die zich beweren, of die beweren zich moslim te zijn en in Allah te geloven, maar ze passen het geloof aan naar hun eigen wensen, op basis van hun begeertes en lusten en niet op basis van wat Allah Azza wa Jalla voor ons als mensen heeft gewild. Ze willen een weg, een sharia, ze willen een wet, ze willen een regelgeving die niet terecht is, maar af en toe naar links gaat, af en toe naar rechts, om beter te passen bij hun eigen begeertes en lusten.
وما أرسلنا من أولئك في ضلال بعيد zegt Allah عز وجل zij zijn in de vergaande dwaling met andere woorden iemand die deze houding aanneemt om op die manier met het goddelijke omgaat verkeert in dwaling is niet dwalend alleen maar diegene is in dwaling dat betekent dat dwaling diegene omsingelt van alle kanten hier zitten natuurlijk allerlei lessen voor ons waar we bewust van moeten zijn. Vervolgens zegt Allah Azza wa Jalla in vers 4: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. We hebben geen enkele boodschapper. Alsof dit vers 4 een uitleg is van eigenlijk van vers nummer 1, waarin Allah Azza wa Jalla zegt dat de profeet mensen van duisternissen naar het licht brengt. Of uit duisternissen naar het licht brengt. Met de toestemming van Allah. En hier verduidelijkt Allah Azza wa Jalla de rol van de profeten. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ. We hebben geen enkele profeet neergezonden behalve met de tong van zijn volk, met de taal van zijn volk, zodat ze hem kunnen begrijpen. Want de taak van een boodschapper is om zijn gemeenschap uit te nodigen. En het wonder, of de kracht van de profeet alayhi salatu wassalam, is dat hij een Arabier is. Dat hij mensen naar het geloof uitnodigde in de Arabische taal. Maar subhanallah, deze boodschap heeft de wereld in zijn totaliteit bereikt. Ik kan me nauwelijks voorstellen dat er mensen zijn die nooit van de islam hebben gehoord. En dat is precies de kracht van de boodschap van de Koran. Dat Allah Azza wa Jalla, ondanks taalbarrière, het hart als het ware als een zaadje in de harten van vele mensen die de Arabische taal niet eens machtig zijn, heeft geplant. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Met als taak om het voor hen duidelijk te maken. Om het voor hen uit te leggen. Om zaken die twijfelachtig zijn duidelijk en eenduidig te laten zijn. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. Dat is de taak van de profeet. Dat is de taak van de boodschapper. Dit is zijn instrument om mensen uit duisternissen te halen. Vervolgens is het de taak van de persoon zelf om wel of niet te geloven, om er iets mee te doen of niet. En dat leert ons ook, geliefde broeders en zusters, om da'wa te doen, om mensen uit te nodigen met onze handelingen, met ons gedrag, maar ook met onze woorden. Ook als het gaat om familieleden en kinderen in onze omgeving. Het enigste, of ouders die niet gelovig zijn, het enigste wat we kunnen doen, is dat we ze uitnodigen naar de islam. Dat we dat vertellen. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, zegt Allah in de Koran. قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ. Jouw taak is om het uit te nodigen. Het zeggen van de waarheid. Willen mensen geloven? Laat ze geloven. Willen ze niet? Dat is hun verantwoordelijkheid. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Allah عز وجل leidt wie hij wil. En Allah subhanahu wa ta'ala leidt wie geleid wil worden. En hij laat het dwalen. Wie hij wil laat het dwalen. En of Allah azza wa jalla laat het dwalen degene die de dwaling opzoekt. En dat is een hele belangrijke punt. Want als we kijken naar de profeet, naar de metgezellen, dan zien we duidelijk dat ze allemaal gereed waren om die leiding aan te nemen en om dat te volgen. We zien het met Abu Bakr en Siddiq. We kunnen zeggen de profeet is uitverkoren en uitgekozen. Maar Abu Bakr en Siddiq, radiyallahu anhu, leefde in een omgeving die geen enkele band of link had met de schepper, met God. Hij leefde in een omgeving waarbij de personen Allah niet alleen maar ontkende, maar kenden deelgenoten toe aan Allah Azza wa Jalla. En dat is een israak, of goderij. Dat ze zeggen, ja, we hebben andere goden als bemiddelaars nodig om in contact te komen met Allah subhanahu wa ta'ala. In zo'n context van verderf, van moreel verval is hij opgegroeid. Maar hij heeft nooit zich daarmee bezig gehouden. Hij heeft nooit gedronken, hij heeft nooit naar die feesten gegaan die Quraysh organiseerde. En hij is nooit in die flow, als ik het zo mag zeggen, meegegaan. Want hij gebruikte altijd zijn verstand en probeerde altijd de waarheid te zoeken. De stap die Abu Bakr al-Siddiq heeft gezet, alvorens hij wist dat de profeet alayhi salatu wassalam, dat Mohammed alayhi salatu wassalam een profeet was, of een boodschapper, had hij al zichzelf als het ware gereed gemaakt om die boodschap aan te nemen. En dat is ook de reden waarom hij als siddiq wordt genoemd. Omdat hij meteen direct en direct in de profeet alayhi salatu wassalam geloofde. Er waren
waren weinig of geen barrières tussen hem en het omarmen van de boodschap. Bismillah. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله عز وجل زخت إن dit vers in vers 5 ولقد أرسلنا. Wij hebben ook Musa met tekenen gezonden. Breng jouw volk uit duisternissen من الظلمات إلى النور naar het licht en herinner de mensen. Vermaan de mensen. Zorg ervoor dat ze gaan reflecteren. Wat ik hier hun bij Ayamillah. Met de dagen van Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin shakur. Er zitten daar tekenen voor ieder die geduldig volhardt en die het dank betuigt. Oftewel dankbaar is. Hele belangrijke element. وَذَكِّرْ هُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. En herinner hen aan de dagen van Allah. En we hebben al gezegd dat de dagen van Allah hiermee worden de verhalen van de vroegere generaties, van de geschiedenis, van de mensen die ons zijn voorgegaan. Want het is belangrijk om daarvan te leren en om daar lessen uit te halen, opdat wij ons heden en de toekomst kunnen verbeteren om zo dichter bij Allah subhanahu wa ta'ala te komen. In notendop gaan we natuurlijk verder. Allah zegt vervolgens, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. En de profeet Musa alayhi salam bracht dit, de boodschap of het bevel van Allah. Hij bracht het meteen in de praktijk en nodigde daadwerkelijk zijn mensen uit, exact op de manier die Allah azza wa jalla hem heeft gevraagd. Of de manier waarop Allah subhanahu wa ta'ala hem heeft gevraagd. En Musa zei, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Denk aan Gods genade. اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ. In dit verhaal van Musa wordt zijn volk herinnerd aan de beproeving die zij hadden meegemaakt. Van met Fir'aun, met Farao. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. Zij gingen jullie vreselijk leed aandoen. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ. En zij gingen jullie zonen afslachten. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. En ze lieten jullie vrouwen alleen leven. En ik heb vorige week al verteld hoe ernstig dat is in de samenleving. Op het moment dat je de mannen doodt, de kinderen van de vrouwen afneemt en je laat alleen maar vrouwen achter. Het is een kwetsbare groep die in een samenleving terechtkomt, in een omgeving terechtkomt vol met hyena's en haaien en leeuwen die hen als een prooi willen nemen. Op deze manier creëer je meer verderf, creëer je meer moreel verval, creëer je een samenleving die niet op ethiek, niet gebalanceerd is, als ik het zo mag zeggen. Want de samenleving is gemaakt om de balans te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Op het moment dat een van deze twee wegvalt, dan heb je een probleem in de samenleving. Want er zijn wederzijdse behoeftes tussen mannen en vrouwen. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Daarin was een geweldige beproeving van jullie Heer. Oftewel, dat was een moment waarin jullie werden getest om van deze beproeving te halen en om daar lessen uit te halen om vervolgens jullie heden en toekomst te verbeteren. يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Vervolgens zegt Allah iets heel moois. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم, dat is soort van een oproep. وإذ تأذن van الأذان. We kennen het woord adhan, oftewel gebedsoproep. Het is een soort van een aankondiging. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ. Een aankondiging van wie? Van jullie Heer. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Wanneer jullie dankbaarheid tonen. وَلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Hier in het Arabisch woord lam gebruikt, en deze lam heeft een functie. Excuses, namelijk het benadrukken of het bevestigen van iets. In shakartum, wanneer jullie dat doen, dan zullen jullie ongetwijfeld dit krijgen. In shakartum, la'azidannakum. Op het moment dat jullie dankbaar zijn, dan zal Allah azza wa jalla jullie meer geven. Shukr gaat met andere woorden, dankbaarheid gaat
gepaard met vermeerdering van Allah subhanahu wa ta'ala. En wat is shukr? Hebben we ook uitgelegd. Een shukr betekent dat je een houding aanneemt waarin je bewust bent van de gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarom begint Musa, dus in vers 6, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا. Denk aan de, en wat? Ni'mata. Ni'mata is een gunst. Ni'mata Allahi alaykum. Denk aan die gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala, dat hij jullie uit Fir'aun heeft gered. Zoveel ellende heeft, voor zoveel ellende heeft gezorgd en zoveel ellende heeft veroorzaakt. En dat vergt, op het moment dat je daar bewust van bent, van die gunst, dan leidt dit automatisch naar dankbaarheid. Namelijk dat je dus bewust bent van die gunst en dat je daarover gaat waken. Ik zeg altijd, de beste vorm van dankbaarheid is op het moment dat jij de gunsten die van Allah subhanahu wa ta'ala zijn, die Allah subhanahu wa ta'ala jou heeft geschonken, om daarover te waken. Het is best wel eenvoudig om kinderen te krijgen voor degene die kinderen kunnen krijgen. Zo niet, dan is dat een andere beproeving. Maar wat moeilijk is, is om over die gunsten te waken dat zij als rechtgeschapen kinderen zullen opgroeien die Allah subhanahu wa ta'ala zullen aanbidden. Hier zegt Allah, la in shakartum. Dat is een universele regel. Dat is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala belooft. Allah azza wa jalla, als hij iets belooft, dan zal dat hoe dan ook gerealiseerd worden. Toon dankbaarheid en Allah subhanahu wa ta'ala zal het vermeerderen. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Tegenovergestelde van shukr is al-kufr. Met andere woorden, al-kufr is iets verbergen, is iets bedekken. In dit geval bedek je de bron van goedheid. Je bedekt, je verbergt het feit dat al die gunsten van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig zijn. En dat is een houding die een gelovige dient aan te nemen. Op het moment dat jij afgestudeerd bent, wees ervan bewust dat jij door Allah azza wa jalla in staat bent gesteld om te slagen. Heb je een succesvolle onderneming, wees ervan bewust dat Allah azza wa jalla degene is die jou in de gelegenheid heeft gesteld om een succesvolle onderneming te hebben. Heb jij een goede vrouw of een goede man, wees ervan bewust dat Allah azza wa jalla jou dat heeft geschonken. Heb je een verstand, ben je intelligent? Heb jij bepaalde kwaliteiten? Wees er altijd van bewust dat Allah subhanahu wa ta'ala dat jou heeft gegeven. En wees daar dankbaar voor. Dankbaar zijn betekent ook dat je dat op een manier gaat benutten die Allah subhanahu wa ta'ala voor jou heeft gewild. Dus op zijn manier. Dat jij dingen onderneemt met die gunsten die Allah subhanahu wa ta'ala heeft gegeven. Op een manier die Allah azza wa jalla behaagt. En niet op een manier waarvan jij als persoon denkt dat dat goed is. Zal zijn. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ. Op het moment dat jullie dat ontdekken, op het moment dat jullie dat verbergen, dan wacht er een zware bestraffing op jullie. Zegt Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Dan is mijn bestraffing streng of zwaar. وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Hier nuanceert Allah subhanahu wa ta'ala het verhaal. En hij zegt, Je moet niet gaan denken dat ik als God, dat Allah subhanahu wa ta'ala baat heeft bij jouw aanbieding. Het is in jouw voordeel. Dus zowel de gunsten zijn voor jou, als de houding die je aanneemt na het krijgen van die gunsten, als de beloningen die je daarvoor krijgt, dit allemaal, dit geheel is voor jou. En het is in jouw voordeel. En op het moment dat je daar ook bewust van bent, dat dit systeem eigenlijk om jou als mens draait, dat wanneer je Allah aanbidt, dat het in jouw voordeel is, en wanneer je bewust bent van het feit dat Allah subhanahu wa ta'ala jou in staat heeft gesteld om dankbaar te zijn, dat dat ook een reden is om dankbaar te zijn, dan begrijp je en besef je ook hoe genadig en hoe barmhartig Allah subhanahu wa ta'ala is. Dat hij jou van 1001 wegen voorziet om dichter bij hem subhanahu wa ta'ala te komen. Wa qala Musa, en Musa zei, in takfuru, al zijn jullie in ondankbaarheid, ongelovig, in takfuru entum, jullie, wa man fil ardi jami'an, jullie en wie er op aarde zijn, tezamen, dus samen, dan nog is God behoefteloos en lofwaardig.
In takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Hij is hoe dan ook behoefteloos. Ghani. En hamid, lofwaardig. Of je dat nou wel doet of niet, hij is ghani. Of je dat nou wel of niet doet, hij is hamid. Daarom zegt de profeet sallallahu alayhi wa sallam in hadith Qudusi. Hij zegt, al zouden alle mensen bij elkaar komen. Alle mensen op dezelfde wijze geloven als de beste gelovigen onder jullie allemaal. Dan zal dat niks toevoegen aan de... En het koninkrijk van Allah subhanahu wa ta'ala. En op het moment dat iedereen ongelovig zou zijn, op het niveau van de meest ongelovige persoon op aarde, dan zal dat niks van hem wegnemen, subhanahu wa ta'ala, omdat hij de maker en de schepper is van de hemelen en de aarde, van het universum en het heelal in haar totaliteit. Vervolgens zegt Allah azza wa jalla, alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum. Is tot jullie niet de mededeling gekomen? Dat is niet een vraag voor kennis, om kennis te krijgen, maar het is een metaforische vraag. Het is een retorische vraag. Met een retorische vraag wordt er meer aandacht getrokken. Alam ya'tikum naba'u alladhina min qablikum. Is tot jullie niet de mededeling gekomen over hen? Wie? Die er voor jullie tijd waren. Het volk van Nuh, het volk van Aad, het volk van Thamud. وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ. En zij die na hen zijn gekomen. لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهِ. Van wie niemand weet, iets weet of afweet behalve Allah subhanahu wa ta'ala. Uit dit vers kunnen we ook, sommige ulema kunnen zeggen, uit dit vers kunnen we ook halen dat er eigenlijk vanaf die volkeren, vanaf die tijd van die volkeren, Aad, Thamud, begonnen mensen daadwerkelijk afstand te nemen van het geloof en probeerden ze andere manieren te ontdekken en te vinden om Allah azza wa jalla te dienen, omdat dat een onderdeel is van de fitra. Daarom werden, bijvoorbeeld in de tijd van Aad en Thamud, ik adviseer jullie om die verhalen te lezen, werden ook allerlei goden geïntroduceerd die men voorheen niet kende. En daarom zegt Allah azza wa jalla hier, وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Die na hen zijn gekomen. لا يعلمهم إلا الله. Niet voor hen. لا يعلمهم إلا الله. جاءتهم رسلهم بالبينات. Tot hen kwamen hun gezanten. Dus de boodschappers en de profeten. Met duidelijke bewijzen. جاءتهم رسلهم بالبينات. البينة betekent een duidelijke bewijs. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به. En ze plaatsten hun handen in hun monden. Dat is een uitdrukking die we in de Arabische taal kennen. إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. Waarmee jullie gezonden zijn, dat is wat die volkeren tegen hun profeten zeiden, waarmee jullie gezonden zijn, daaraan hechten we geen geloof. Wij verkeren namelijk in hevige twijfel over dat waartoe jij ons roept. En dat is een bewuste houding die de ongelovigen in die tijd aannamen. Oftewel, bewust de boodschap weigeren. Bewust niks aannemen en de openbaring van Allah subhanahu wa ta'ala omarmen. En de profeten waren daar verbaasd over. En ze zeiden tegen hen, qalat rusuluhum, afillahi shakkun. Kijk, het argument van die mensen was, wa inna lafi shakkin, wij twijfelen over datgene waarmee jullie zijn gekomen. Qalat rusuluhum, afillahi shakkun fatiris samawati wal ard. Twijfelen jullie over Allah subhanahu wa ta'ala? En hierover hebben geleerden gezegd, het antwoord van de profeten is bij uitstek het juiste antwoord. Omdat die twee aspecten, die twee zaken niet losgekoppeld kunnen worden. Die behoren tot één groot geheel. Namelijk geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat je één van de profeten ontkent, of de boodschap van een van de profeten niet erkent, dan is dat hetzelfde alsof je niet in Allah subhanahu wa ta'ala gelooft. En daarom hebben we de zes pilaren van het iman. Het iman en tu'mina billahi wa malaikatihi, zijn engelen, wa kutubihi wa rasulihi. Doe je dat niet, dan geloof je in principe niet, omdat
de profeten, de boodschappers van Allah subhanahu wa ta'ala, zijn op het moment dat je de boodschapper ontkent, dan ook ontken je ook de boodschap. En de boodschap is afkomstig van Allah subhanahu wa ta'ala. En de profeten gaven dus zonder al te veel inleidingen en eromheen draaien, direct, dit is precies de kern van het geloof. Wij zijn juist naar jullie gestuurd om de boodschap te verkondigen. Fatir is samawati wal ard. Fatir is khaliq, maker, schepper. Fatir is samawati wal ard. Ik ben even benieuwd hoe dat is vertaald door Leemhuis. Valt er dan aan God de grondlegger? Ja, de grondlegger, maar beter de maker of de schepper. Qalat rasuluhum afillahi shakkun fatir as-samawati wal ardi yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Het is in jullie voordeel, want Allah azza wa jalla nodigt jullie uit om jullie te vergeven. En dat is zo'n mooie boodschap. En zo'n mooie reminder. Want Allah azza wa jalla heeft niets aan jullie geloof. Heeft niets aan jullie aanbieding. Het is een oproep naar jullie. Om jullie te redden. Om jullie uit het hele vuur te halen. Om jullie van in het paradijs te laten genieten. Eeuwig te laten genieten. Dat is iets waar Allah azza wa jalla niets aan heeft. Het is in jullie eigen voordeel om jullie te vergeven. Yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Wat zeiden die mensen? Qalu in antum illa basharun mithluna. Jullie zijn net als wij, jullie zijn mensen. Maar als het engelen waren, dan zouden ze ook zeggen, ja, maar dat zijn engelen die Allah azza wa jalla heeft gestuurd. Zij zijn engelen en wij zijn mensen. Dus die argumenten zijn geen rationele argumenten. Zijn pure kofferargumenten. Waarom? Omdat het niet op rationaliteit of op bewijs of op kennis gebaseerd is, maar op emoties. Maar omdat jullie hetzelfde als wij zijn, gaan we niet geloven. Allah azza wa jalla verkiest wie hij wil, boven hij wil. En hij heeft 10 mensen uitgekozen om als profeten naar de mensen gestuurd te worden. Om hen uit duisternissen te halen en ze naar het licht te brengen. Afillahi shakkun fatir is samawati wal ard. Yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirakum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basharun mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin. Jullie willen ons alleen maar weerhouden om niet in hetzelfde te geloven als onze voorouderen. Voorouders die geloofden in afgoden, dan gaan we dat ook doen. En jullie komen met iets nieuws. Dus ze kijken niet naar langer dan hun neus lang is. Ze zijn beperkt in hun visie, omdat ze dat ook hebben gesloten. De opening, de deuren van leiding heeft men gesloten. En op het moment dat je dat niet doorbreekt, op het moment dat je dat niet opengooit en in staat bent om de boodschap te omarmen, dan wordt het een hele lastige verhaal. En tasudduna amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bi sultanin mubin. Kom met een duidelijke bewijs. Fa'tuna bi sultanin mubin. Wat zeiden de profeten? Dat is natuurlijk in notendop, omdat we al eerder daarover hebben gesproken. Qalat lahum rasuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. Laten we even dat argument uit de wereld helpen. Ja, we zijn net als jullie. Ma nahnu qalat lahum rasuluhum in nahnu illa basharun mithlukum. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. Allah azza wa jalla bewijst gunsten aan wie van zijn dienaren hij wil. Met andere woorden, dit is exact het bewijs dat jullie mensen zijn en dat wij een schepper hebben die dit soort besluiten neemt, die dit soort keuzes maakt en dat we daar geen invloed op hebben, laat ook zien dat hij behoefteloos en dat wij degene die altijd behoefte hebben aan hem subhanahu wa ta'ala. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. En het komt ons niet toe jullie zonder Gods toestemming een machtiging te brengen of een bewijs te brengen of een boodschap te brengen. Het is iets wat van Allah subhanahu wa ta'ala afkomstig is. Als hij tegen ons zegt, ga naar rechts, dan gaan we naar rechts. Op het moment dat hij zegt dat wij naar links moeten gaan, dan gaan we ook naar links. En dit laat ook zien dat de profeten instructies krijgen. Dat de profeten aangestuurd worden door Allah subhanahu wa ta'ala op de manier die hij wil. Niet zoals de profeten zelf
willen. Het is zijn, ze zijn bezig met het realiseren van een boodschap die zij van Allah subhanahu wa ta'ala hebben meegekregen. En dat niet aan hen is om wel of niet te kiezen om naar links of naar rechts te gaan, maar dat het pure openbaring is van Allah subhanahu wa ta'ala. En daarover zegt Allah azza wa jalla in de Koran over de profeet sallallahu alayhi wa sallam dat Allah subhanahu, dat de profeet niet uit zichzelf spreekt, maar dat dat wahy is van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Onthoud dit, want straks als we het hebben over de shaitaan die ons natuurlijk probeert aansporen om het slechte te ondernemen, die gebruikt precies dezelfde logica. Maar daar komen we straks op terug. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Waarom zouden wij op God niet ons vertrouwen stellen? Hij geeft ons toch op onze wegen de goede richting gewezen. Met andere woorden, hij laat ons, hij is degene die ons naar het goede leidt. En wij zullen het leed dat jullie ons aandoen geduldig verdragen. وقد هدانا سبلنا. Omdat hij ons naar de wegen van Allah azza wa jalla, of naar de weg van Allah subhanahu wa ta'ala heeft geleid. ولنصبرن. En wij zullen zeker het leed wat jullie ons zullen aandoen verdragen. Met andere woorden, dit is niet een kwestie van onderhandelen, zoals de mushrikoen in de tijd van de profeet alayhi salatu wassalam poogden te doen. Zij zijn eerst begonnen met onderdrukking. Nadat ze zagen dat de onderdrukking niet hielp, hebben ze geprobeerd om te onderhandelen, om de profeet om te kopen. Niets van dat heeft geholpen. Waarom? Omdat het niet aan de profeet is om die keuzes te maken. De profeet brengt iets, brengt een boodschap wat Allah azza wa jalla hem als verantwoordelijkheid heeft meegegeven. En dat zien we heel krachtig terugkomen in de uitspraak van de profeet toen zijn oom naar hem kwam. En hij zei tegen hem dat Quraysh hem een voorstel deden om de rijkste te worden, om met de mooiste vrouw te trouwen, om de allerhoogste autoriteit te zijn. Als maar hij deze uitnodiging, dus da'wa naar de islam zou verlaten of zou staken. En toen zei de profeet iets heel moois. Hij zei, wallahi ya'am, o mijn oom, al zouden ze de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linkerhand, ik zou dit never, nooit loslaten. Behalve als Allah subhanahu wa ta'ala mij daar de opdracht voor geeft. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا أَذَيْتُمُونَ. Dus bedenk maar welke martelingen jullie willen introduceren. Wij zullen dit allemaal verdragen omdat we dit in naam van Allah subhanahu wa ta'ala doen. En wij stellen hierin Allah subhanahu wa ta'ala centraal. Dit laat ons ook zien dat degene die de weg van de profeten volgt, dat degene die het pad van de profeten bewandelt, beproefd zal worden. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, alif lam mim, hasib an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, wa laqad fatanna alladhina min qablihim, fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, hasib an-nas, denken de mensen dat ze zullen zeggen, wij zijn gelovigen en dat ze niet op de proef worden gesteld? Met andere woorden, het is een kenmerk van deze dunya dat je op de proef wordt gesteld. Waarom? Om te beseffen en te realiseren hoe waardevol het paradijs is, waardoor je extra je best gaat doen om ernaar te werken. En yaqulu amanna, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Kijk naar de vanharen van de volkeren voor jullie. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Zo ziet Allah subhanahu wa ta'ala wie waarachtig zijn en wie de leugenaar zijn. Dit is hoe het leven in elkaar zit. Dat is het systeem wat Allah subhanahu wa ta'ala heeft gecreëerd. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. En op God moeten de gelovigen hun vertrouwen stellen. Dat is een heel mooi vers. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. We krijgen vaak te horen dat we op Allah subhanahu wa ta'ala moeten vertrouwen. Maar als je kijkt naar de context waarin deze uitspraak is gedaan, natuurlijk door wie? Door de boodschappers. Die in overleg of in dialoog waren met hun volk. Er is heel wat vooraf gegaan aan debatten,
gesprekken, dialoog, uitnodigingen. Dus er is van alles en nog wat ondernomen. Tot de profeten, de boodschappers op het punt kwamen dat ze gemarteld zouden worden. Dat ze onderdrukt zullen worden. وَلَنَصْبِرْنَا عَلَى مَا أَذِيْتُمُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Heel vaak denken we dat vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala een vrijbrief is. Heel vaak denken we dat vertrouwen op Allah subhanahu wa ta'ala een houding is die een gelovige dient aan te nemen, waarbij de persoon in kwestie niks hoeft te ondernemen, want je vertrouwt op Allah subhanahu wa ta'ala. Vertrouwen op Allah, vertrouwen hebben in Allah, betekent niet dat je stil moet staan. Betekent ook niet dat je alles maar moet slikken. Dat je accepteert om onderdrukt te worden. Dit is niet wat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt. Kom in opstand. Verzin strategie. Plan dingen. Ga kennis vergaren. Onderneem datgene wat nodig is. Onderneem datgene wat nodig is om niet in zo'n positie te verkeren. Op het moment dat je alles hebt ondernomen, vertrouw dan op Allah subhanahu wa ta'ala. Sterker nog, dat hele proces is op Allah azza wa jalla vertrouwen. Want wanneer je iets onderneemt, jij weet het niet. Jij weet niet of dat de juiste keuze is of niet. Dus je onderneemt iets met de intentie, ik doe dit, maar ik laat het over aan Allah. Toen die man zijn rijdier buiten achterliet, en toen hij naar buiten kwam, was zijn rijdier weg. En hij klaagde bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij zei tegen hem, ja Rasulallah, ik heb mijn rijdier hier buiten gelaten en nu is hij weg. Hij zegt, waarom heb je hem dan niet vastgebonden? Toen zei hij, ja, ik vertrouwde op Allah subhanahu wa ta'ala. Toen zei de profeet alayhi salatu wa sallam, i'aqilha wa tawakkal. Bind je kameel vast, bind jouw rijdier vast en vertrouw dan op Allah subhanahu wa ta'ala. Want het concept vertrouwen op gaat gepaard met handelingen en acties. Het is niet een passieve houding die een gelovige dient te nemen. We zien dat ook terug in het verhaal van Yusuf alayhi salam. Toen zijn vader zijn broers van instructies had voorzien. En hij zei tegen hem, ja bunay, la tadkhulu min babin wahidin, wa tadkhulu min abwabin mutafarriqa, wa ma ughni ankum min Allah min shay, in il hukmu illa lillah, ad, daarna, alayhi tawakkalt, wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. De vader van de profeet gaf zijn zoon instructies. Kom niet via één deur naar binnen, om geen aandacht te trekken, verspreid. Hij gaf ze allerlei instructies die ze moesten ondernemen. En hij zei daarna, وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Je kunt niet thuis gaan slapen en wachten op werk. Nee, je moet gaan studeren, je moet gaan solliciteren, je moet in actie komen. En dan op Allah vertrouwen. Je kunt niet zeggen, ik blijf thuis en er komt vast wel iemand die mijn hand gaat vragen. Nee, vraag mensen, stel jezelf beschikbaar om te trouwen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal ongetwijfeld iemand op je pad brengen. Zo werkt dat. Al-asbab. Het ondernemen van van zaken die bepaalde dingen mogelijk maken. Doordat Allah subhanahu wa ta'ala dat toelaat. En niet uit je eigen kracht. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. فَأُحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Hier komen de ongelovigen in actie over wie, over wie Allah sprak. In de eerste verse. وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. En daarom, de Koran is zo mooi, onwijs, goed en prachtig en nauwkeurig met elkaar verbonden. Het is nauwelijks haalbaar of mogelijk om losse verzen los van anderen, van andere delen van de Koran te begrijpen. Je kunt wel bepaalde daar lessen uit te halen, maar de Koran is met elkaar als geheel verbonden, waardoor elke vers van een andere vers afhankelijk om je de exacte betekenis hiervan te kennen. Allah subhanahu wa ta'ala zegt, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُولِهِمْ. Zij die ongelovig waren, zeiden tegen hun, of zeiden tot hun gezanten, wij zullen jullie uit ons land verdrijven, of jullie zullen tot ons geloof terugkeren. Met andere woorden, je hebt twee opties. Of we gaan jou verdrijven, uit het land plaatsen, of je keert tot ons geloof. En dat is precies een bevestiging van wat ik eerder zei, dat mensen dus eigenlijk anderen weerhouden om het rechte pad te bewandelen.
أو لتعودن في ملتنا. أو لتعودن في ملتنا. En wat mooi is, is dat Allah subhanahu wa ta'ala direct in hetzelfde vers, dus in vers 13, dat Allah subhanahu wa ta'ala zegt, فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. Direct daarna kwam, direct, dus onmiddellijk, kwam de boodschap van Allah subhanahu wa ta'ala om die profeten gerust te stellen. فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Wij zullen de onrechtplegers vernietigen. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Wij zullen hen vernietigen. Dat is niet iets wat de profeet zegt, of de boodschappers, of een belangrijke persoon. Dat is iets wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. En daarom moeten wij ons nooit, we moeten ons nooit verdrietig, we moeten niet verdrietig zijn om het onrecht wat andere mensen plegen. Wij moeten geloven en beseffen dat er een moment zal komen waarin zij hun verdiende straf zullen krijgen. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Iedere onrechtpleger, groot of klein, zal zijn straf moeten krijgen. Of niet, als het niet is hier op aarde, dan zal het op de dag des oordeels. Want dit is een belofte van Allah subhanahu wa ta'ala. Als je naar de tirannen wereldwijd kijkt. Welke tiran dan ook, wees ervan bewust dat er een moment zal komen waarin zij hun afrekening, waarin zij zullen afgerekend zullen worden, waarin zij berecht zullen worden. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Dat is heel mooi, want Allah zegt hier, zij die ongelovig waren, zeiden tegen hun gezanten, tegen de boodschappers, wij zullen jullie uit ons land verdrijven. Of jullie zullen tot ons geloof terugkeren. En in de Arabische taal is fa'auha is anders dan wa'auha. Wa'auha laat zien dat er ruimte is. Tussen het eerste gedeelte en het tweede gedeelte. Nadat ze dit hebben gezegd, wa'auha ilayhim rabbuhum. Maar hier staat dat niet. Hier staat fa'auha ilayhim rabbuhum. Onmiddellijk kwam de openbaring van Allah. Ik zal de onrechtplegers vernietigen. En op het moment dat we het over onrecht hebben, of onrechtplegers, dan moeten we niet alleen maar denken aan grote tirannen, onrechtplegers, politieke of wereldleiders of wat dan ook. Soms begaan we ook onrecht ten opzichte van onszelf, ten opzichte van onze directe omgeving, van je partner, van je kinderen, ten opzichte van je ouders, ten opzichte van je buren. Het is ook een vorm van onrecht. Allah Azzawajal zegt in de Koran, وَلَا تَظْلِمُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. Doe jezelf geen onrecht aan. Doe jezelf geen spirituele onrecht aan. Doe jezelf geen emotionele onrecht aan. Doe jezelf geen fysieke onrecht aan. Doe dat niet, want Allah Azzawajal is genadig met jullie. Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala hier zegt. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Wij zullen hen zeker vernietigen. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ. En wij zullen jullie de aarde na hen laten bewonen. En die verhalen die we eerder hebben benoemd, Aad, Thamud en alle andere volkeren, die zijn bestraft door Allah Azza wa Jalla. Die zijn vernietigd door Allah subhanahu wa ta'ala. Sommigen zijn vernietigd met aardbeving. Sommigen zijn vernietigd met stroming. Sommigen zijn vernietigd met allerlei andere zaken waarmee Allah subhanahu wa ta'ala hen heeft bestraft. Kijk maar naar het verhaal van Nuh alayhi salam. Naar het verhaal van Aad. Naar het verhaal van het volk van Aad. Het volk van Thamud. Lees maar het verhaal van Qarun. Het verhaal van Haman, het verhaal van Faraon, die midden in de oceaan is verdronken. Dat zijn allemaal dus tekenen voor ons om daarover na te denken. Met andere woorden, dit is het resultaat van de onrechtplegers. En goedheid, geduldigheid, goede omgang, goede manieren winnen altijd. Zelfs in jouw op microniveau, dus in jouw relaties met jouw man, wanneer jij geduldig probeert te zijn. En met geduld heb ik eerder uitgezegd, betekent niet dat je alles moet slikken en alles moet accepteren en dat je toestaat om over jou heen te laten lopen. Nee, wat ik daarmee bedoel is dat jij de juiste keuzes maakt en de juiste stappen onderneemt. Met andere woorden, dat je beheerst
en bewust door het leven gaan. Dat is sabr. Want Allah zegt hier ook in vers 14: وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. En wij zullen jullie de aarde na hen laten bewonen. Op het moment dat ze vernietigd worden, zullen jullie degene zijn die de ruimte en de vrijheid krijgen om er te zijn. En dit is een heel mooi aspect. En een van de imams die daarover heeft gesproken is Badi'u Zaman Sa'id al-Nursi. Hij zegt dat jouw bestaan op zichzelf een tashrif is. Allah heeft jou vereerd. Dat Allah Azzawajal jou heeft gekozen en mij heeft gekozen om er te zijn. Want er zijn is beter dan niets zijn. Dat je adam bent, is niet hetzelfde als dat je tot wujud behoort, tot iets wat bestaat. Dus het bestaan dat Allah Azzawajal jou alleen maar heeft gecreëerd, is al een iets waar we trots op moeten zijn. Dat Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen heeft, de Almachtige. Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. Voor wie? Dit is voor wie mij vreest en voor wie mij te staan en voor wie mijn dreigement vreest. ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ. Die bewust is van Allah subhanahu wa ta'ala. En vrees heeft heel vaak een negatieve lading, als ik het zo mag zeggen. Maar vrees is niet per definitie iets verkeerds of iets slechts of iets negatiefs. Vrees is een kracht, een bewustzijn die je van binnenuit ervaart om afstand te nemen van datgene wat slecht is. Ik ben ook bang voor hoge gebouwen, om daarvan af te vallen. Ik ben ook bang als mensen te snel op de snelweg rijden. Ik ben ook bang als een bepaalde gevaar op mij afkomt. Dat, die vrees is niet per definitie slechts of iets verkeerds of iets negatiefs. Dat is juist een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala, dat wij bepaalde angst ervaren om afstand te nemen van datgene wat in ons nadeel is. Waghafa wa'id. Al-wa'id is datgene wat jou te wachten staat. En al-wa'id, dat Allah, kijk, je hebt wa'd, dat is een belofte, en al-wa'id heeft de consequenties van al-wa'id zijn niet dezelfde als al-wa'd. Al-wa'id is algemeen, een belofte wat jou wordt gedaan. Maar al-wa'id is een belofte, bijvoorbeeld wat betrekking heeft op bestraffing. Een soort van dreigement. Als je dat niet doet, dan gaat dit en dit met jou gebeuren. En dat heeft ook een negatieve lading, maar in essentie is het juist iets heel moois. Op het moment dat ik vergelijk mezelf of de mensen niet met Allah, hasha, maar ik zal een voorbeeld geven om het beter te illustreren. Als ik tegen mijn kind zou zeggen, als je met die en die persoon omgaat, dan zal ik, laten we zeggen, PlayStation van jou afpakken. Dat is een dreigement. Als je dit en dit verkeerd doet, maar die mensen en die mensen omgaan die slechte invloed op jou hebben, dan gebeurt dit en dit met jou. Als ik dat zeg, dan is dat zeg ik dat omdat ik van hem hou, of zeg ik dat omdat ik hem haat? Zeg ik dat om hem te dreigen, of zeg ik dat om hem te redden, om zijn leven te verbeteren? Dat is wat Allah Azza wa Jalla zegt: ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Deze positie, dat Allah Azza wa Jalla hen heeft uitgekozen om er te zijn, om het land te bewonen waarop mensen woonden die het toppunt van verderf en moreel verval hadden bereikt, is aan die mensen die Allah Azza wa Jalla vrezen of die bewust zijn van Allah subhanahu wa ta'ala. فَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. En zij vroegen om een goede afloop. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. En elke weerspannige geweldenaar werd teleurgesteld. Want je kunt niet twee zaken met elkaar matchen. Je kunt niet toevlucht bij Allah Azza wa Jalla zoeken, terwijl je eigenlijk het slechte onderneemt. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran: waarom zou Allah subhanahu wa ta'ala jullie beproeven of jullie bestraffen als jullie dankbaar zouden zijn?
En als jullie gelovig zouden zijn. Ik krijg bijvoorbeeld heel vaak de vraag, in dit kader, krijg ik heel vaak de vraag, waarom gaan ongelovigen niet naar het paradijs als ze goede handelingen hebben verricht? Allah Azza wa Jalla zegt hier, وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ. Want je hebt jabbar, dat is iemand die geweld pleegt. Iemand die mensen onderdrukt. Iemand die misbruik maakt van zijn... Anid is iemand die koppig is. Dus die doet dat die doet dat opzettelijk. Die weet heel goed waar hij mee bezig is. Maar die arrogantie en hoogmoed en onwetendheid leidt of zorgt ervoor dat hij op dat niveau met mensen omgaat. Wat stift hij hoe gaat college bijna? Zo'n moment dat mij vraag stellen: waarom zullen mensen niet het paradijs betreden, ondanks hun goede daden die zij hebben verricht? Dan zeg ik: het antwoord daarop is heel simpel. Het is omdat het in hun ogen niet bestaat, of omdat het in hun ogen niet niet dat ze daarvoor God hoeven te aanbidden. Het is een opzettelijk iets wat men onderneemt. Als ik niet geloof dat er een bedrijf is bij wie ik werk en die mij uitbetaalt aan het eind van de maand, als ik niet eens geloof of erken dat dat bedrijf bestaat, dan zal het heel tegenstrijdig te zijn om na afloop, na het eind van de maand, op mijn bankrekening te gaan kijken of er wel of er wel iets is gestort. Dat is natuurlijk absurd. Ik ben deze dagen in gesprek met iemand die mij ook deze vraag had gesteld. En die stelde vervolgens een vervolgende vraag. Ja, wat als diegene God wel erkent, maar niks mee doet? Toen zei ik, dat is precies de exacte betekenis van ongeloof. Dat jij weet dat er een schepper is, maar je doet er niks mee. Je gehoorzaamt Allah subhanahu wa ta'ala niet. En daarom zegt Allah, wastaftahu wa khaba, verloren is degene en teleurgesteld is degene die geweld pleegt, onderdrukt, aaniet. En dat is een, zoals ik zei, een vorm van arrogantie en koppigheid. Min wara'ihi jahannam. En dit is een korte beschrijving van jahannam. Mocht Allah ons daarvoor behoeden. Min wara'ihi jahannam. Wa yusqa min ma'in sadid. Hem wacht de hel. En hem wordt etterwaard drinken gegeven. يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. Prachtige beschrijving, ondanks dat het over de hel gaat. Meer in de Arabische taal is het, maar op het moment dat je het vertaalt, dan verlies je de kracht. Dat hij opslurpt, maar bijna niet kan doorslikken. Hij beschrijft exact gedetailleerd hoe iemand in de hel dat moment beleeft. Dat hij opslurpt, maar bijna niet kan doorslikken. En de dood komt van alle kanten tot hem. Alsof hij eigenlijk in het midden zit en de dood komt van alle kanten. Dan kan je je gaan voorstellen in welke angst dan die persoon verkeert. Alsof hij de dood daadwerkelijk recht in de ogen aankijkt. En de dood komt van alle kanten tot hem, maar hij sterft niet. En hem wacht een harde bestraffing. Ondanks dat de dood hem omsingelt van alle kanten. En dat er hem water wordt gegeven die hij drinkt, maar tegelijkertijd ook niet doorslikt. Ghalid is in de Arabische taal iets wat dik is, zwaar is, hard is. Ghalid. Om aan te geven dat het niet om een bestraffing gaat of een kleine bestraffing. Dat is een zware bestraffing die wij ons eens niet kunnen voorstellen. Op het moment dat de hel dit soort dingen beschrijft, kan bij sommigen de vraag naar voren komen: waarom zo heftig? Waarom benoemt Allah subhanahu wa ta'ala, waarom beschrijft Allah subhanahu wa ta'ala de hel zo nauwkeurig als hij de barmhartige is, de genadige is, de meest genadevolle is? Waarom doet hij dit? Juist het liefde voor jou en voor mij, om ons bewust te maken dat dit geen grap is. Het pad van Allah subhanahu wa ta'ala is een rechte pad en daar zouden we aan moeten houden. We moeten dat risico niet nemen om daarvan af te dwalen of om een ander pad te bewandelen. Vervolgens zegt Allah azza wa jalla, مثل الذين كفروا
بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح in under الرواية الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. فيرس 18 مثل الذين كفروا متهندي أن gelijkenis met hen die aan hun Heer geen geloof hechten, is het zo gesteld. Dat is het voorbeeld wat Allah Azza wa Jalla geeft. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم. Hun daden zijn, zijn als aswaar, as. Een as wanneer je dus iets hebt verbrand, blijft een as over. Zijn als as waarover op een stormdag de wind raast. Op het moment dat je as hebt wat overblijft, dus de overblijfselen, op het moment dat een storm, wind komt, dat de harde wind komt, wat zal er van overblijven? Niets. Ze hebben geen macht over iets wat zij verworven hebben. Dat is de vergaande dwaling. مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. En daarvoor, een pagina daarvoor, zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika fi dalalin mubin. Ulaika fi dalalin ba'id. Zelfde in vers 3. Hier zegt Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika huwa dalalul ba'id. Dhalika huwa dalalul ba'id. Dus de gelijkenis die Allah subhanahu wa ta'ala geeft van een persoon die niet in Allah gelooft, maar wel het een en ander heeft ondernomen, het is hetzelfde alsof die daden worden vergeleken met as. Er is wel iets, maar in de akhira betekent dat het niets. Waarom? Omdat de sleutel tot voor het accepteren van deze handelingen is geloven in Allah subhanahu wa ta'ala. En op het moment dat dat aanwezig is, dan heeft dat geen enkele betekenis. Het kan zo zijn dat degene die goede daden onderneemt, de niet-gelovige, die de goede daden onderneemt, hier op aarde beloond zal worden. Dat is de mening van geleerden. Maar op de dag des oordeels zal dat niets voor diegene betekenen. Maar zal gezien worden als as waar storm of wind over waait en vervolgens niks ervan overblijft. Dhalika huwa ad-dalalu al-ba'id. Allah Azza wa Jalla zegt, dit is ad-dalalu al-ba'id. Dit is waar we eerder in vers 3 over hebben gesproken. Dit is de vergaande dwaling. Op het moment dat jij dit leven doorbrengt, op het moment dat jij je best doet, maar die link, die relatie met Allah Azza wa Jalla niet hebt, dan is dat een serieuze dwaling. Want je doet het voor alleen iets wat tijdelijk is. Namelijk het wereldse. Maar al-akhira zal dat niet meegewogen worden. Ja Allah. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala in vers 19. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-arda bil-haq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Zie jij dan niet dat God de hemelen en de aarde in waarheid geschapen heeft? Als hij wil, vaagt hij jullie weg en brengt hij een nieuwe schepping. Dat is een ander niveau om jou bewust te maken. Van waar ben je nou mee bezig? Wat ben je de kleinste planeten op aarde? Waar ben je nou mee bezig dat je de wereld vol hebt geschreeuwd met ik? Terwijl jij niets voorstelt ten opzichte van de schepping van Allah subhanahu wa ta'ala. Laat staan ten opzichte van de schepper ervan. Als de zon alleen maar iets dichterbij zou komen, zouden wij verbranden. Als alleen de zon iets verder van aarde verwijderd zou worden, zullen wij niet eens meer bestaan. Zullen we bevriezen. Die mensen die niets heeft ontdekt tot nu toe, zegt God bestaat niet. Allah Azza wa Jalla zegt, Alam tara, dat is geen vraag. Het is een retorische vraag. Zie jij dan niet dat God de hemelen en de aarde in waarheid geschapen heeft? Met waarheid wordt er hiermee bedoeld, wallahu a'lam, dat het duidelijk is. Want wat is waarheid? Iets wat duidelijk is. Iets wat zuiver is. Er zitten overal tekenen om jou heen die jou herinneren aan Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal-arda bil-haq. Met waarheid. In yasha' yudhibkum, als hij dat zou willen, zal hij jullie wegvagen.
ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز. Dat is niet iets wat ingewikkeld is voor Allah subhanahu wa ta'ala. Het is niet iets wat lastig is. Het is eenvoudig. Ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Op het moment dat Allah azawajalla iets wil, zegt hij wees en het is er. وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا مش بلغرك فاس قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص أن زي زل En zij zullen tezamen bij God voorkomen. Wanneer ze bij elkaar komen, bij Allah subhanahu wa ta'ala. Dan zullen de zwakken, die hun verstand niet gebruikten, die volgers waren, die blindelings volgden. Dan zullen de zwakken tegen hen die hoogmoedig waren, mensen die tot elite behoorden. Zij die leiding namen, die zwakken zullen tegen hen zeggen... Wij waren toch volgelingen van jullie. Baten jullie ons dan iets tegen Gods bestraffing vandaag dus? Dus gaan jullie ons redden? Gaan jullie iets voor ons kunnen betekenen? Wat zullen die elite, die arrogante en hoogmoedigen? Zij zullen zeggen, als God ons de goede richting had gewezen, dan hadden we jullie ook de goede richting gewezen. Lo hadan Allahu. Maar dat is een gevaarlijke uitspraak. Want wat ze hier zeggen is, als wij door Allah geleid waren, dan hadden jullie ook geleid. Maar omdat Allah ons heeft laten dwalen, hebben we jullie ook laten dwalen. En dat is wat straks precies de shaitaan gaat zeggen. Komen we zo meteen, hierna komen we bij wat shaitaan tegen zijn volgers heeft gezegd. En dat is natuurlijk niet zo. Want Allah heeft hen niet laten dwalen in de zin van dat hij hen gedwongen heeft om te dwalen. Allah azawajalla, de kennis van Allah is absoluut. Allah subhanahu wa ta'ala is niet begrensd. En hij is ervan op de hoogte alvorens het plaatsvond. En daarom heeft hij het vastgelegd dat diegenen tot dwalenden zullen behoren. Waarom? Omdat ze zelf ervoor hebben gekozen om niet te geloven. Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons die ruimte gegeven om wel of niet te geloven. Om wel of niet te dwalen. Het is aan ons als mens. Die verantwoordelijkheid ligt bij ons. De kracht en de bron is inderdaad van Allah subhanahu wa ta'ala, die alles toelaat of die alles tegenhoudt als hij dat zou willen. Maar dat verantwoordelijkheid, of die verantwoordelijkheid ligt bij ons om wel of niet te geloven, om wel of niet te kiezen. Dus dit argument is absurd, slaat nergens op. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. Dus wat zij zeiden, als God ons de goede richting, dus ons heeft geleid, dan hadden we jullie ook geleid. Voor ons maakt het niet uit of wij bezorgd twijfelen of geduldig volharden. Voor ons is er geen ontsnapping. Malena min mahis. Met andere woorden, het is game over. Het is te laat. Deze dialoog, dit gesprek heeft geen zin meer. Want kunnen we het terugdraaien, kunnen we teruggaan in de tijd? Dat zullen sommigen wel wensen. Sommigen zullen dat zelfs vragen. We kallen... ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت او الله geef mij nog één kans om terug te keren naar het leven om mogelijk één goede daad te verrichten لعلي اعمل صالحا فيما تركت van wat ik achter heb gelaten kella klaar punt er is geen kans de kansen verschillende kansen heb je van Allah subhanahu wa ta'ala gekregen elke hartklopping is een kans elke keer dat bloed door je aders stroomt, is een kans. Elke keer dat je nog kunt ademen, is een kans. Elke dag dat je wakker wordt, is een kans. Elke dag dat je spreekt, is een kans om iets goeds te doen. Elke keer dat je beweegt, is een kans om iets goeds te doen. Dit zijn kansen van Allah subhanahu wa ta'ala. Ma lam tugharghir, zolang de dood jouw keel niet bereikt. Of zolang yawm al-qiyama niet is begonnen. Heb je de kansen van Allah azawajalla gekregen.
أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان hier komt de boosdoener die geen enkele andere project in zijn leven heeft behalve jou en mij misleiden. Hij heeft alle tijd van de wereld, maar dan ook letterlijk alle tijd van de wereld om jou en mij te misleiden. De shaitaan heeft geen enkele bezigheid behalve dat, het misleiden van mensen. Ibn al-Qayyim rahimahullah zegt over dit vers dat dit de khutba is. Dat is de preek die shaitaan zal verzorgen op de dag des oordeels. Met andere woorden, zullen mensen bij elkaar komen om naar de preek van de shaitaan te luisteren. En ik vraag Allah azawajalla om ons niet tot die groep te doen behoren. Die in gezelschap van shayateen, van shaitaan, zijn preek zullen moeten beluisteren. Wat zal de shaitaan zeggen? وقال الشيطان لما قضي الأمر في المومنت عند الساتان الشيطان زغت wanneer de beslissing is gevallen, wanneer het klaar is, degene die goede daden heeft gedaan heeft goede daden gedaan, degene die slechte daden heeft gedaan heeft slechte daden gedaan, afrekening heeft plaatsgevonden en nu is het dan, zoals we zeggen. لما قضي الأمر, wat zal de shaitan zeggen? God heeft een waarachtige toezegging gedaan. Heeft jullie iets beloofd en dat klopt. En ik heb jullie een toezegging gedaan. Maar ik ben ze niet nagekomen. Want de shaitan belooft van alles en nog wat. Shaitan ya'idukum al-faqra. Wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Shaitan belooft jullie armoede. Shaitan belooft jullie moreel verval. Shaitan belooft jullie zondes. Shaitan belooft jullie het volgen van jullie begeertes en lusten. Dit is wat Shaitan doet. En jullie volgen hem daarin. En Allah, wat belooft hij jullie? Hij belooft jullie vergeving. Subhanallah. Shaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Gunsten. Allah azawajalla geeft jullie, schenkt jullie. Schenkingen. Wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Maar Allah azawajalla schenkt wijsheid aan wie hij wil. Inna Allah wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaykum min sultan. Ik heb geen macht over jullie. Geef me niet schuld. Ik heb jullie nooit, maar dan ook nooit gedwongen om iets te doen. Ik heb nooit jouw hand genomen om iets te stelen. Ik heb nooit jouw tong of jouw mond laten bewegen om slecht te spreken. Ik heb jou nooit geduwd om naar een discotheek te gaan. Ik heb jou nooit verplicht om naar een haram te kijken. Ik heb jou nooit naar plekken gebracht waar je niet had moeten zijn. Ik heb alleen maar gezegd, doe. Illa en de auto komt. Sterker nog, het is geen eens een gebiedende wijs. Ik heb jullie alleen maar uitgenodigd. Ik riep jullie. Meer heb ik niet gedaan. En jullie gaven aan mij gehoor. Fastajabtum li. Jullie hebben dat gedaan. En jullie zijn degene die naar mij hebben geluisterd. Wallahi, bij het lezen van dit vers, beste broeders en zusters, probeer ik mij in te beelden, mocht Allah ons nogmaals doen behoren tot degene die juist in gezelschap van de profeet alayhi salatu wassalam zullen zijn en van zijn hawd zullen drinken uit zijn handen, uit zijn gezegende handen. En niet behoren tot deze groep die naar de shaitan zou moeten luisteren. Je moet je eens inbeelden hoe die mensen dat zouden moeten ervaren. Dat ze dit horen. In welke verdriet, in welke ellende zouden zij moeten leven of dat moment moeten doorbrengen. Ongelooflijk en onbeschrijfelijk. Soms word je alleen maar in de maling genomen met 50 euro en dat doet al pijn. Laat staan dat jouw eeuwige leven, Dat jij eeuwig in de hel terecht komt, wal-iyadu billah. Of dat jij tot de bewoners van de hel behoort en niet tot de bewoners van het paradijs behoort. In welke verdriet en angst zou je dan moeten leven? Vooral als de shaitan dat uitspreekt en jou recht in de ogen kijkt. Wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Fala talumuni, verwijt mij dus niets.
Walumu enfusakum, maar verwijt het jullie zelf. Jullie hebben zelf dat gedaan. En als er iets, als er iemand iets moet verweten moet worden, dan ben jij dat. Falumuni walumu enfusakum. Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Ik kan jullie geen hulp bieden en jullie kunnen mij geen hulp bieden. Met andere woorden, het is klaar, het is game over. Fala talumuni walumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhi. Kijk wat Aduwullah zegt, shaitan. Met de vijand van Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Ik hechtte er geen geloof aan toen jullie mij vroeger als metgezel van God vereerden. Zoals Satan neemt daar afstand van. Zegt, a'udhu billah, dit kan niet. Dat jullie mij op dezelfde positie zetten als Allah, subhanahu wa ta'ala. Ik distancieer mij daarvan. Ik neem daar afstand van. Inni kafartu bima ashraktumuni min qabl. Inna zalimina lahum adabun. Alleen van de onrechtplegers is er een pijnlijke bestraffing. En dat is een van de waarheden die de Satan heeft uitgesproken. Inni kafartu bima ashraktu. Inna zalimina lahum adabun. Alleen. Subhanallah, hier op aarde wordt het anders ingepakt. Iemand kan zeggen, ja, maar ik vereer de Satan niet. Wat is vereren? Vereren is niet alleen maar het uitspreken ervan dat jij diegene vereert. Vereren betekent ook datgene doen wat diegene van jou verwacht. En diegene direct dan wel indirect aanbieden. Aanbieden betekent dat je diegene gehoorzaamt. Dat is wat aanbieding betekent. Inna zalimina lahum adhabun alim. Allah subhanahu wa ta'ala deelt dit fragment of deze fragmenten uit Yawm al-Qiyamah met ons geliefde broeders en zusters om ons voor te bereiden. Wallahi, als we de Koran lezen zien we zoveel, maar dan ook zoveel aanwijzingen, tekenen, verhalen, reminders, dingen die in de toekomst zullen gebeuren, dingen van het hiernamaals. Dit zijn allemaal triggers, die zijn allemaal waarschuwingen, zijn allemaal tekenen, die zijn allemaal aanwijzingen, die zijn allemaal opdrachten van Allah subhanahu wa ta'ala om ons bewuster te maken dat dit geen kleine zaak is, dat is een serieuze zaak. En dat alhamdulillah, dat Allah subhanahu wa ta'ala de wegen naar de hel bemoeilijkt en de wegen naar het paradijs vergemakkelijkt. Denk alleen maar aan het feit dat hij één goede daad beloont met 10 hasanat. Tot 700. Ila adhaafin kathira. Wallahu yudhaifu liman yasha. Allah vermeerdert voor wie hij wil, met wat hij wil. Als je één goede daad, maar doe je één goede daad, dan krijg je maar één seyyah. Sterker nog, wanneer je tauba verricht, wanneer je berouw toont, wordt die seyyah omgezet in hasana. Subhanallah. En daarom zegt Allah Azza wa Jalla, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Zij die geloven en deugdelijke daden doen, zullen in tuinen, paradijs, binnengebracht worden. Kijk hoe mooi deze beschrijving is. وَأُدْخِلَ. Zij zullen binnengebracht worden. Door wie? Hoe zul je het paradijs betreden? Als je naar de koning gaat, word je ook binnengebracht. Door mensen, want het is een speciale aangelegenheid. En je komt hier, je bent hier niet te gast. Bij welke koning dan ook, je bent hier te gast bij Allah subhanahu wa ta'ala. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا. Maar welke voorwaarden zijn er? وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا. Zij die geloven en klaar. وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. Die twee dingen gaan altijd samen. وَالْعَصَرْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرْ. Bij de tijd. Iedere mens is in verlies. Behalve wie? إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ. Gelovig zijn en goede daden hebben ondernomen. Allah subhanahu wa ta'ala koppelt deze dingen nooit van elkaar. Geloof je daadwerkelijk? Doe. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Laat dat zien. Iedereen kan beweren. Iedereen kan zeggen ik geloof. Het is makkelijk. Maar daden verrichten, dat is de uitdaging.
Dat is wat Allah Azzawajal zegt. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ Tuinen. تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ Waar de rivieren onderdoor stromen. Slechts een kleine beschrijving om ons een voorproefje te geven van het paradijs. Moet je eens inbeelden. De beste manieren om dingen eigen te maken, zodat het tot jouw hart gaat doordringen, is wanneer je dat gaat proberen te visualiseren. Hoe zou dat moment zijn dat je niet tot die groep behoort die toegesproken worden door de shaitan, die hen van alles en nog wat wordt verweten, die eigenlijk aan het verdrinken zijn in hun verdriet en ellende, maar dat je tot deze groep mensen behoort die hebben geloofd en goede daden hebben ondernomen, dat ze binnengebracht worden in het paradijs. Ik kan me daarbij niks voorstellen. Hoe? Door wie word je gebracht? Op welke vervoersmiddel? Wat zou jouw gevoel en emotie zijn op het moment dat Allah Azzawajalla dat voor jou openzet? Om het paradijs te zien, om het mee te maken, om het te ruiken, om het te voelen, om het te ervaren. Hoe zal dat moment zijn? وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ مَتَّيْنًا En rivieren, waar rivieren onderdoor stromen. Zij zullen met de toestemming van hun Heer. خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ Zij zullen met de toestemming van hun Heer daarin altijd blijven. Allahu Akbar. Hun begroeting daarin zal zijn vrede. Allah mogen Allah ons doen behoren tot deze groep mensen. Beeld je in dat jij binnen wordt gebracht. In het paradijs. Geloof me, het is niet een kasteel. Dat is niet een mooie tuin. Dat is niet. Dit is iets waar het oog nog nooit. Wat het oog nog nooit heeft gezien. Waar het oog nog nooit naar heeft gekeken. Waar de oren nog nooit van hebben gehoord. Sterker nog, wat de profeet zegt. Wat nog nooit in jou is opgekomen. وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ Al het mooie wat je kunt bedenken in het paradijs is meer dan dat. Al het geluk wat je hier op aarde kunt ervaren. Het paradijs is duizenden, miljoenen keren meer. Alles wat je kunt bedenken. En daarom zegt Allah Azzawajal. Tahiyyatuhum fiha salam. In een ander vers. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Hun begroeting zal zijn op het moment dat ze Allah zullen ontmoeten. Salam, vrede. Met andere woorden. Een toestand van vrede waarin je verkeert. En daarom groeten we elkaar. Om dat mee te nemen naar het paradijs. Als een eigenschap van een gelovige die innerlijke vrede voelt en ervaart. En deze ook daadwerkelijk uitdraagt. Als er vragen tussendoor zijn. Geen vragen. Allahu Akbar. Prachtig. De Koran is mooi. De Koran is een genezing voor het hart. Vervolgens zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Alam tara. Want op het moment dat je dit hoort. Op het moment dat je dit beseft, daar bewust van bent, dan ga je automatisch afvragen, oké, klaar, ik ga nu aan de slag. Ik ga nu alles uit de kast halen om dit te bereiken. En om mezelf te beschermen van het moment waarin de shaitaan zijn volgelingen zal toespreken. Ik wil daar niet behoren, ik wil bij de profeet, ik wil bij de goede mensen, met de waarachtigen, met de martelaren, met de vrome voorgangers, met boodschappers, met engelen, met ik wil in de aanwezigheid van Allah subhanahu wa ta'ala, ik wil het goddelijke kunnen aanschouwen. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَ Dit is wat ik wil. Wat moet ik doen? Allah geeft jou een gelijkenis direct om in actie te komen. Dat is wat de Koran ons voortdurend leert. Luister en doe. Begrijp en praktiseer. Niet alleen maar kennis en kennis vergaren. Daar hebben we niks aan. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ Heb jij niet gezien hoe Allah een goed woord vergelijkt met een goede boom, waarvan de wortels stevig staan en de takken in de hemelen reiken, subhanallah. Kalima tayyiba. Geleerden hebben gezegd, kalima tayyiba is hier la ilaha illallah, is de pure goddelijke eenheid. Dat is de kalima tayyiba. Want dat is een zaad. Zoals je een kleine zaadje neemt, een kleine zaadje, die je vervolgens in de grond, onder de grond doet,
En dat daar soms hele stevige bomen uitkomen. Kijk maar naar een palmboom. Zoals sommige geleerden hebben gezegd. Shajara tayyira, het goede boom hier, gezegende boom, is een shajara tayyiba. Een dadelboom. Dat dadelboom heel weinig onderhoud nodig heeft. Maar het is lang. Het is stevig. Het is diep geworteld. En het geeft in alle seizoenen nuttige vruchten. Daarom heb je heel veel soorten dadels. Subhanallah. Dit is het woord. Kalima tayyiba. La ilaha illallah. La ilaha illallah is niet alleen een kwestie van zeggen. Van ik geloof dat er maar één God is die het recht heeft om aanbeten te worden. Dat is Allah. En ik geloof dat Mohammed sallallahu alaihi wa sallam zijn laatste boodschapper is. Nee. Het is een belangrijk onderdeel. Maar la ilaha illallah dienen wij te voelen in onze harten. La ilaha illallah, daar dienen we aan te denken op het moment dat we in problemen verkeren. La ilaha illallah zou onze kracht moeten zijn die ons uit duisternissen haalt. Wanneer wij in depressie, wanneer wij in moeilijkheden verkeren. La ilaha illallah is iets wat, waar wij kracht uit halen op het moment dat we onderdrukt worden. Op het moment dat we het niet meer weten. Op het moment dat we in een beproeving zitten. Dit is la ilaha illallah. La ilaha illallah, dat we onze begeertes niet volgen. La ilaha illallah, dat we voor niemand anders knielen dan Allah subhanahu wa ta'ala. Dat we altijd in staat zijn om de waarheid te zeggen. Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba, het is geworteld, diep geworteld. Kashajaratin tayyiba, asluha thabitun wa far'uha fi as-sama'. Wat wallahi, thumma wallahi, op het moment dat je la ilaha illallah in jouw leven implementeert en er naar handelt, dan zul je de vruchten ervan plukken. Dan zul je de thimar ervan proeven. Dan zul je de gunsten ervan meemaken hier op aarde. Laat staan yawm al-qiyama op die dag. Dat we dat harder nodig hebben. Als je voor de keuze, als je een keuze krijgt, hier beproefd worden en daar eeuwig in geluk doorbrengen, dan zou je ongetwijfeld tweede kiezen. Eeuwig in geluk doorbrengen. Maar omdat we heel vaak beperkt zijn in de manier van begrijpen, kan het soms misgaan bij dit soort begrippen. وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. En geeft te allen tijden met de toestemming van zijn Heer, de boom, vruchtenopbrengst. Met andere woorden, het is altijd nuttig. En dit vers laat mij denken aan de hadith van de profeet waarin hij zegt, Al-mu'minu kan nakhla. Al-mu'min is net als nakhla. Stevig geworteld. Hij geeft vruchten te allen tijden. En wanneer hij steden ernaar gooit, vallen vruchten ervan af. Dit is wat mu'min is. Mu'min is positief in het leven. Mu'min is krachtig. Mu'min klein, krijg je niet klein. Mu'min gaat voor niemand anders knielen. Mu'min laat zich niet door emoties leiden. Dit is een mu'min. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. En God maakt deze vergelijkingen voor de mensen. Misschien zullen zij zich laten vermanen. Tegenovergestelde, en dan gaan we afsluiten. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الله عز وجل geeft een andere gelijkenis, precies tegenovergestelde. En een slechte woord lijkt op een slechte boom die ontworteld is, heel zwak. Elke windstoot kan het omvallen, zodat hij omworteld is, zodat hij boven op de aarde staat en die geen standplaats heeft. Melehem in Karaj is niet stevig. Elke windstoot neemt deze boom mee zwak. En een gelovige hoort niet zwak te zijn. Een gelovige hoeft niet met elke wind mee te waaien. Ik heb vrienden die drinken, dan ga ik maar ook drinken. Ik heb vrienden die uitgaan, ga ik maar ook uit. Ik heb vrienden die roken, dan ga ik dat ook doen. Ik heb vrienden die haram relaties hebben, dan ga ik dat ook doen. Ja, want het is normaal. Nee, een moslim is net als een sterke boom die diep geworteld is. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Vers 27. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا.
Allah Azzawajal sterkt hen die geloven. Yuthabbitu alladhina amanu. Allah yuthabbit deze mensen die geloven. Bil qawli thabiti, met de vaststaande uitspraak. Wat is de qawli thabit? Wat is de redding? La ilaha illallah. Dat is jouw slogan. Dat is jouw symbool. Dat is jouw levensvisie. Dat is jouw doel in dit leven. La ilaha illallah. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Bil qawli thabit. Kijk wat de Koran zegt. Fil hayati dunya. In deze dunya. En in de akhira. Wa yudillu Allahu al-zalimin. Allah maakt jou standvastig in deze dunya. Voordat je vertrekt, vertrek je met la ilaha illallah. Dat is het allerbeste wat je kunt meemaken. Dat jij dit leven verlaat met la ilaha illallah in je mond. Dat jij ernaar leeft. Dat je het leven inricht volgens la ilaha illallah. Denk daarover na. Misschien vandaag een reflectiemoment. Na deze les dat we voor onszelf gaan nadenken. Heb ik mijn leven op basis van la ilaha illallah ingericht of niet? Een belangrijke vraag. Hoe ga ik om met mijn ouders, met mezelf, met mijn vrouw, met mijn kinderen, met mijn man, met mijn buren? Wel conform de richtlijnen van la ilaha illallah of niet? Bij qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhira. Want in jouw graf zul je ook bevraagd worden. Zul je ook ondervraagd worden. Wie is jouw Heer? Wie is jouw Schepper? En als je hier op aarde niet het pad hebt bewandeld wat Allah voor jou heeft gewild, dan zul je het daar ook niet kunnen beantwoorden. Het is niet een kwestie van kennis vergaren en straks beantwoorden. Het is geen mondelinge tentamen. Het antwoord is afhankelijk van hoe jij het leven hebt doorgebracht. En daarom zegt Allah, ihdina sirata al-mustaqim. Hier op aarde, leid ons tot het rechte pad. Of naar het rechte pad. Zodat je sirat yawm al-qiyamah oversteekt op een goede manier. Dat je daar wordt gered. Afhankelijk van hoe je het leven hebt doorgebracht. Zo simpel is dat. Het geloof is niet ingewikkeld. Doe je best en je zult beloond worden. Haal het maximale uit jouw leven en begrijp jouw doel in dit leven. Dan zul je gered worden. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Allah Azzawajal brengt de onrechtplegers tot dwaling. God doet wat hij wil. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Klaar, hier gaan de knopjes uit. Hier komt het concept van onderwerping, de islam en de islam naar voren. Je kunt hoog en laag springen. Uiteindelijk blijf je een mens. Uiteindelijk is Allah Azzawajal degene die doet wat hij wil. Uiteindelijk is Allah subhanahu wa ta'ala de almachtige, de grootste, de schepper, de voorziener. Het enige wat wij hoeven en moeten doen, is gehoorzamen. Je kunt hoog en laag springen, ja, maar jij bent een mens die dient te gehoorzamen, punt. Allah is de schepper. En hij heeft jou voorzien van verstand, van kennis, van wijsheid, om het goede te doen. Wa yaf'alu Allahu ma yasha. We zijn nu, inshallah, azawajal, bij vers 27 gekomen. En ik ga proberen om volgende week dit af te ronden, want we hebben in principe alleen het verhaal van Ibrahim, alayhi salam, nog een ongeveer 2,5 bladzijde. En dan zal ik volgende keer, daar zal ik meer focus op leggen, op het verhaal van Ibrahim, om daarmee af te sluiten. Inshallah azawajal. En als jullie uiteraard suggesties of vragen hebben, dan hoor ik dat graag, inshallah. Zijn er vragen? Geer, barakallahu fikum. En wij sluiten hierbij af. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursaleen. Walhamdulillahi rabbil alameen.